Hallo dames en heren, vandaag gaan we starten met onze nieuwe thema. Talent van de week. Yes, kijkers, daar zijn we weer. Vandaag hebben we hier Daan Vink. Hij is 15 jaar oud en hij skiet op heel hoog niveau. Hallo, ik ben Daan Vink, ik ben 15 jaar oud. Ik ski bij Skipro, zit op het Schoter. Ik krijg vrij van school om te skiën in het buitenland. Ik heb een paar sponsors, Dix, Runners World, Impact en Zwaal. Hoe lang ben je bezig op hoog niveau skiën? Ik ski al rond 10 jaar en ik ski rond 4 jaar op hoog niveau. Ik heb internationale wedstrijden gedaan in Italië, Tsjechië. Ik ben 3 keer naar Italië geweest en 1 keer naar Tsjechië. En hoe oud was je toen je op skiën ging? 5. 5 jaar, dan is het nog best wel vroeg. Ja, ik begon nog vroeg. Oké, vertel eens wat over je leefstijl. Hoe doe je dat eigenlijk met skiën en je tijd verdelen? Nou, als ik in Nederland ben, dan ga ik gewoon naar school en dan moet ik zorgen dat ik goede cijfers krijg. Want anders krijg ik geen vrij verschil om naar Oostenrijk te gaan. En in Oostenrijk, als het veel sneeuw ligt, dan skiën we elke dag en trainen we daarna hardlopen en zo. En als er geen sneeuw ligt, gaan we mountainbiken, zwemmen en andere sporten doen. Dat wordt dus goed leren voordat je op skiën kan gaan. Jazeker, want anders krijg ik geen vrij. Oké, omdat elke sporter wel bijna een idool heeft, ben ik benieuwd naar wat jouw idool is. Mijn idool is Ted Lichty. Ik vind hem de beste skier, want hij wint ook veel. En ja, ik vind hem gewoon de beste. Uiteindelijk zou iedereen wel wat willen bereiken met zijn sport. Maar wat zou Daan Vink wel willen bereiken? Ik zou wel de Jeugd Olympische Spelen willen skiën in 2017 bedoel ik. En dan eigenlijk ook gewoon de Olympische Spelen te skiën en de WK en steeds verder te gaan. Doe maar. Oké, en wat heb je nu dan bereikt? Op internationale A-wedstrijden ben ik 12 geworden in Italië. En ik ben ook op een internationale B-wedstrijd in Tsjechië 5e geworden. Stond ik ook op het podium en zo. En het NK ben ik 2e geworden met slalom en race slalom. En ja, dat zijn wel de belangrijkste. En hoeveel prijzen heb je ongeveer gewonnen? Ik heb 36 bekers thuis. En ik heb ook heel veel medailles, maar die heb ik niet geteld. Oké, en je hebt ook een Facebookpagina. Hoezo ben je daar eigenlijk aan begonnen? Nou, skiën is een hele dure sport en ik ben op zoek naar sponsors. Oké, ja, sponsors zijn natuurlijk heel belangrijk. Sponsors kunnen je helpen met financieren. En is dat ook vaak nodig bij jou? Ja, dat is heel vaak nodig. En het helpt je ook om verder te komen en steeds beroemder te worden. Het is inderdaad ook een dure sport. Dus sponsors, jullie kunnen bij hem aanwezig zijn. Zeker. Okay. Omdat elk sport wel zowel zijn voordeel en nadeel heeft, ben ik wel benieuwd wat Daan Vink zijn voordeel en zijn nadeel zijn. Nou, de voordelen zijn, ik vind het hartstikke leuk om zo snel te gaan, om altijd vrijheid te krijgen van school en steeds naar andere landen te reizen om te skiën. En ja, de nadelen zijn wel dat je wel veel mist als je weg bent en zo, feestjes en zo, en sommige dingen die er gebeurd zijn. Yes, Daan Vink, dankjewel voor je tijd. Je bent sowieso talent van de week, daarmee wil ik je sowieso feliciteren. En nou, veel succes nog met je carrière. Ja, dankjewel man.